Het leven van een topsporter gaat niet altijd over rozen. Zo zag Margriet de Schutter begin dit jaar haar droom uiteenspatten. Na jarenlang hard aan de weg te timmeren als succesvol shorttrekster, kreeg zij het toch niet voor elkaar om de Olympische Spelen van 2010 te halen. Door allerlei blessures en tegenslagen kwam ze terecht in een negatieve spiraal. Het constante terugvechten en knokken om in de top te blijven begon haar plezier in de sport in de weg te staan. Ze besloot om het Nederlands kampioenschap van dit jaar te beschouwen als de laatste wedstrijd van haar shorttrackcarrière. Nou, ik heb vele bewogen jaren gehad in het shorttracken. Heel veel hele mooie dingen meegemaakt, maar ook wat minder mooie dingen. Veel blessures gehad, tegenslagen gehad waarvan je als sporter niet op hoopt. En dan moet je constant terugknokken en dan ben je op een uur alleen maar bezig met terugvechten. En dan gaat het plezier er ook wel onder lijden. Margriet heeft jarenlang geknokt om de Olympische Spelen te halen. Tijdens wedstrijden om zich hiervoor te plaatsen ging er regelmatig wat fout. Een hersenschudding zorgde ervoor dat ze een van de kwalificatiewedstrijden niet uit kon rijden. Ook andere blessures, als gestuikte enkels en nekproblemen, begonnen haar part te spelen. Haar ultieme doel voor de Olympische Spelen heeft ze dus niet gehaald. Helaas niet. Dat hoort er helaas ook bij. Er zijn winnaars en er zijn afvallers. En ik was helaas een van die afvallers. Hoe voel je je daarbij? Ja, op dat moment natuurlijk heel rot. Je geeft er alles voor op. En het is een droom die je als klein meisje, tenminste ik had als klein meisje, dat je echt groot wil worden in je sport. En je geeft er alles voor op. En dat lukt dan niet. En dat is natuurlijk wel heel zuur. Hoe erg baalde je toen wel niet? Ja, dat is niet in woorden te omschrijven. Natuurlijk besef je dan ook wel, er zijn ergere dingen in de wereld. En dat relativeert je ook wel. Maar ja, op dat moment voel je ook je eigen gevoel. En dat is gewoon ontzettend balen. Ze was wel bang om te stoppen met haar topsportcarrière. En ook de periode vlak nadat ze gestopt was, was in haar ogen absoluut geen pretje. Terwijl je nog topsporter bent, vind je het ook heel eng om aan de periode te denken dat je stopt. Want tijdens je topsportcarrière ben je eigenlijk alleen maar met je sport bezig. En als je denkt aan niet meer sport te zijn, dat is een soort van afleiding. En ik dacht zoiets van, oh jee, nu denk ik daaraan. En dan is het vast een slecht teken, want dan ben ik geen topsporter meer. En ik denk door ook ervaringen van andere topsporters te horen en te lezen, ik denk dat dat een soort van een geruststelling kan zijn. En toen ik stopte, toen had ik zoiets van, oh jee, nu moet ik opeens ook allemaal op stap en nu kan ik alles weer gaan doen. Hoe ga ik dat ervaren? En ik dacht van, ik vind juist het topsportwereldje nog zo mooi, dat je echt volledig voor iets gaat. Maar eigenlijk gaat het ook wel vanzelf. Ik vind het nu ontzettend fijn om mijn vrienden weer wat vaker te kunnen zien. Want ja, dat kon natuurlijk niet. Het was meer via internet en de telefoon dat je contact met ze had. Dus daar geniet ik nu gewoon heel erg van. En dat vind ik heel mooi. Het beoefenen van topsport kent veel verschillende kanten. Margriet werd er jarenlang mee geconfronteerd. Niet alleen het leven na topsport ondervindt ze nu aan den lijve. Ook tijdens haar carrière liep ze tegen veel problemen aan. De schaduwzijde van het succes van topsport leverde haar stof op voor het scenario van een documentaire. Dit scenario heeft afgelopen weekend gewonnen bij het Noordelijk Filmfestival in Leeuwarden. Ja, dat is een droom. Dat had ik ook niet mogen denken. Natuurlijk mag je denken, maar ik had het absoluut niet verwacht. Want de mede-documentairemakers hadden ook echt super leuke ideeën. En waren allemaal mensen die al wel langer in het vak zitten. Ze zitten ook allemaal bij een omroep. Ik heb natuurlijk hier bij Oog ook al wat mooie ervaringen op mogen doen. Maar qua documentaire maak ik nog helemaal geen ervaring. En dat is dan een blijk van waardering. En dat zie je in je geloven. Dat is een ongelooflijk compliment. De documentaire over de schaduwzijde van topsport wordt in productie genomen en gaat tijdens het Noordelijk Filmfestival van 2011 in première.